vind dit mooi en leuk. Een soort van Duitse culturen. Mega fascinerend. New York Nico, sowieso een geweldig account. Ja, hier zie je gewoon echt die mensen die je daar ziet. En die lifestyle, dat accent en wat ze doen, waar ze eten. Nu plaatst hij dus constant video's van mensen die dus zoeken naar liefde. Nico! Please, for the love of God, find me a date, pal. All right? Ja, dus hij koppelt dan mensen aan elkaar. Hey, Nico. Even kijken, die van vandaag. Hi Nico, hi everybody. Yo Nico, what's up? I had to hop on the wave, man. Yo, what's up Nico? Shout out to you. Hey Nico, my name... Deze jongen zegt, ik weet niet wat ik zoek, dus als jij ook niet weet wat je zoekt, schrijf voor mij. Feel free to reach out to them respectfully. Dus gewoon die oproepjes zien is gewoon heel leuk om mensen zich voor te stellen. Zo dapper, je weet maar nooit. A hand search of Ben Daisy. Yeah, and I told her that you use it every day. That is... awesome. Beautiful. Sydney, who's named on Meneer Bandaisy? Dankjewel. Flora Bandana. Ik vind dit mooi. En leuk. Heel leuk. Ik heb veel bandanas, but none of them have my daughter's name on them. This is my eerste gele bandana. 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 Yeah. Dankjewel, Flora. Super, super cool. Super kind of you. It's got your name on it. You want to have a go? That's cool, eh? Kijk, dit is heel erg leuk. Hoe leuk dit wordt. Ze is nog bezig, hoor, maar dit is even een tussenfase. Oké, ik ga een broccoli courgette soep maken. Met kokosmelk en... hoe heet het spul? Dit is nou zo'n woord wat ik nooit, komijn, nooit kan onthouden. Een woord dat gewoon niet in mijn geheugen komt. Komijn. Dit heeft bijna een beetje een vleesachtige smaak. Broccoli, courgette, lenteui, limoen en kokosmelk. En dat is mijn favoriete soep. Gaan we koken, Sydney? Sydney zit hier, die kijkt gezellig mee en die heeft haar rock'n'roll t-shirt aan. Wat een van jullie heeft gemaakt met haar rock'n'roll legging. Heel cool, Sydney. Deze ergens ziet in de supermarkt meteen doen. Solo garlic noemen ze het. En dat zijn dus van die knoflookjes. Dan denk je, hé, wat een kleine knoflookbol. Maar dit is dus één teen. Dus ik heb altijd 2 of 3 tenen per gerecht nodig. Dan hoef je dus maar eentje te pellen, schillen. En dan heb je meteen al je knoflook. Dit is het sap van 2 limoenen. Ik vind dit dus heel leuk. Bruin met oranje, dus dat is heel erg jaren 70. Opeens wil ik het. Dus heel lang zag ik het natuurlijk. Wel, ik ben niet gek. Ik zie overal jaren 70 vintage, maar ik was iets, nee. Ik vind dit geen mode. Ik vind dit een soort lifestyle, een keuze. Weet je, net als dat je rockabilly of
retro-achtige stijl hebt. Dan heb je gewoon je hele leven die smaak. Dat is fijn. Maar ik vond het op dat moment niks. En nu opeens zie ik het overal. Dat is die ene zwarte leren jas die ik voor de shoot aan had. Met die punten. Dit soort kleurencombinaties. Maar ik doe dit wel aan omdat ik weet dat ik zometeen fluo nagels krijg. Dus ik wil wel iets van nu erbij. En dus ook schoenen van nu. Want anders wordt het veel te veel één soort van stijl. En ik ga nu naar Tania. Oh, eindelijk. Na jaren. Nee, ik ga lekker mijn nagels lakken. Dus ja, ik heb het al verklapt. Het wordt fluo oranje. Dit idee heb ik van High Fidelity. Dat is die Zoe Isabel Graffitt speelt daar de hoofdrol in. Een serie op Prime. Nee, Disney Plus. Ja, wij krijgen dat. Wij hebben allemaal extra schermen van vrienden. Maar anyway, die heeft haar haar de hele tijd zo gaaf. Dit is eigenlijk, deze tas is niet de stijl, hè. Kijk, nu ben ik misschien iets thematisch. Hé, hey, this is too much in the same team like the 70s, ja? Ja, but you look good. Thanks. You too. Stoel zetten. No, I'm not wearing this sunnies with this, I think. It's too much like, oh, I'm in the 70s. Yeah, it's better. Oh nee, ik moet die speeddealertjes hier natuurlijk bij. Of die Joker. Of mijn gestolen bril van mijn zus, Moschino. Hardcore. This makes it more like now. Yeah. Minus the dust. Ja. Yeah. Zit niet slaap, daarom fluisteren we. Oh, dit staat wel goed. Hé? Hey? Yeah, heaps cool. Heaps cool. Yeah. Oké, okay. Doei. Doei. Ik ben ook zo benieuwd hoe het met haar is nu. Ik heb haar, normaal sprak ik haar natuurlijk gewoon heel regelmatig. Hey lieverd! Hallo! Heel erg zin in natuurlijk. Oh, kijk wat je hebt! Ja, het is allemaal veranderd. Wat goed! Wat goed! Nee, ik bedoel dat scherm, mooi! Mooi, hè? Oh, wat goed voor jouw stem. Dat ik hier nooit nagellak ruik. Dat is omdat er niet heel veel chemische stoffen in zitten, dat ten eerste. En ik werk ook gewoon niet met acryl. Oh, dat is het. Dat is het. En acryl heeft echt een hele specifieke geur en dan een gel meer. Hoe lang heb ik dit nu al niet gehad? Ja. Na mijn bevalling nog één keer? Ja. Maar dan kom ik zelf proef dit, joh. Rood, wit, blauw. Oranje, wit, blauw. Dat is nog erger. Oh. Nou, thanks, schat. Even kijken, Bente. Ja, kijk, die heeft dus mijn stoelen gevonden. En daar zijn die vier stoelen, €1750. Terwijl ik deze dus bij de kringloop heb gevonden. Deze persoon heeft ook nieuwe bekleding gedaan, dat wil ik ook gaan doen. Dus ja, ik vind die stoelen dus ook echt heel bijzonder. Dus ik snap wel dat ze ook voor een veel hoger bedrag weg kunnen. Everything you sell is really new, more or less. Well, here's something that you didn't know. Goedemorgen.
vrijdag en ik heb iets heel leuks, want ik ga mijn rode blazer vest aandoen, wat ik bij Thrifthill heb gevonden. Dat is een soort van Duitse couture, tuttige oma stijl, maar ik vond hem geweldig door materiaal en die hele dikke knopen. Maar om dat dus helemaal in mijn smaak, zeg maar, te krijgen, moet daar dus van alles mee gebeuren. Dus het is een probleem wat ik dan dus ga oplossen. En dat doe ik dus heel vaak. En dan kom ik dus tot, in mijn beleving, vernieuwende outfits. Dus dit is ook een probleem. Dit stuk is geweldig mooi. Maar dit vind ik dus, nou, ik vind dit eigenlijk ook nog wel mooi. Maar het is gewoon zo'n ABN AMRO shirt. En ik zou dit niet snel zo dragen. Maar volgens mij, als dit dus onder die jas uitkomt bij de mouwen, dat is volgens mij geweldig. Het volgende probleem is dat het dan hard rood met hard groen is. En dan moet ik eigenlijk een pastel hebben om dat dus weer wat zachter te krijgen. Dus vandaar deze broek. Drapey en soft. En heb ik mijn gouden Nike's erbij. Ja, gewoon omdat goud gewoon altijd goed is bij alles. Kijken of het zo goed werkt als dat ik in mijn hoofd heb zitten. Oh ja, nog een probleem. Die kont hier wil ik niet de hele tijd zo exposed hebben, want het is mij iets te revealing. Dus dat dit jasje langer is, is ook nog eens perfect. Kijk, dit is een van de mooiste dingen die ik me kan bedenken. Dus dit preppy met dat quilt, het gevoel, en dan die sporty strepen. Een beetje artwork. Precies zoals ik wilde. Ik zal even een kettingje in de gang doen. Let niet op die luier. Wel de zakje. Het zou makkelijk outfit nummer 1 kunnen zijn. Ik zit in mijn kast omdat ik nu met mijn stagiair Kyra ga shooten in Noord. Zij heeft de locatie gekozen en ze heeft ideeën voor foto's. Nou, dat vind ik natuurlijk heel erg leuk. Voor mijn Instagram gaan we die gebruiken. Dus ik zit hier nu om te kijken welke looks ik nog meer kan maken. En ik heb één jasje wat ik sowieso vandaag wil doen. Dus deze ugly fashion leren jas uit de jaren 90. Ja, is nu gewoon het seizoen voor. Nummer 1. Dit is al twee keer ugly. Dit kan denk ik niet. Ofwel. Het heeft wel iets met elkaar te maken dat hier vlekken en een soort van, ja, daarop tekening in zit. En hier gebeurt natuurlijk ook iets met een extra stuk. Bruin met lila is natuurlijk ook mooi. Dit moet dan gewoon hemelbruin bijvoorbeeld. Kijk, hoe gaat dit? Ja, ik denk dat ik het heb gevonden. Ik heb een joggingpak, helemaal wit. Die gaat onder deze leren jas. Crispy nieuw pak met een oude jas. En ik vind dat leer goed uit, op de manier zoals ik het zie. Dit jasje eronder gedaan. Ik weet niet. Had iets crispies nodig, denk ik. En het is een moeilijkere jas dan ik denk. Want hij is zo breed dat het allemaal heel helemaal saai wordt als je niet oppast. Ik heb nu dan dat die jas ook echt dicht gaat. Waardoor je dus wel, zeg maar, hier dan slank en dan loopt hij uit. Dat is beter. Deze broek. En deze schoenen. Het is toch een hele andere outfit geworden. Ah, heel anders. Ik wilde toch iets met dat bruin. Dus nu heb ik, nou, hier peachy-achtig. Deze trui heb ik zelf geverfd. Die was roze, dus die touwtjes zijn nog roze. Ja, dus die jas die ik zo graag op de foto wil. Die lengte van die pijp heel cool. En deze high tops heb ik een keer bij Gideon gekocht. Coole look, omdat het heel erg nonchie is. Zo van, ugh, ik hou niet van mode. Daar heb ik gewoon zin in. En ik vind dat gewoon beter passen bij die omgeving daar. Dit werkt. Oké, tot zo. Amsterdam Noord. Kyra komt uit Leeuwarden met de trein. En de pont. Dus ik ben benieuwd of ze er al is als ik aankom. Ik ben natuurlijk weer te vroeg. Het
is hartstikke warm en ik zit met al dat leden. Ik ben op NDSM. Ik heb Keira gevonden. Oh, het is hier perfect weer. En dus een hele fotogenieke locatie. Hier, NDSM. Hey, hallo jongens. Kijk, daar is ze. Wij hebben elkaar ook nog nooit ontmoet, hè? Ben je klaar voor de vlogkijkertjes? Hoi. Oh, mooi jas. Dank je. Leuk. Helemaal een beetje 70's. Ja. Heb ik het net over in mijn vlog. Tweede mooi. Hand. Tweede hand, ja. Ja. Heeft in mijn comments al gezegd, oh je moet naar Estafette. Ja. Ken die ik naam. Ja, goeie. Hey, goede locatie heb je gekozen, ja, hoor. Is echt heel mooi. Ja. Deze look. Dat is echt leuk. Met die jas. En dan die hele look. En dan nog twee tops zonder broeken. Dus dan moet je eigenlijk shots bedenken dat mijn benen er niet op komen. Ik dacht, we doen dan gewoon de jas alleen, weet je wel? Ja. Dat je het zo schiet dat je een stukje ziet. Ja. Als je ziet dat, dan wil ik het ook. Ja. Het irritant, hè? Ja. Als ik net ben geweest en ik kijk een vlog van iemand die in de kringloop is, voel ik jaloezie. Ja. Omdat ik denk, waarom ben ik niet in die kringloop terwijl ik net terug ben? Zo erg ben ik. Ja. Foto 1 staat erop, want die doe ik dan op mijn Insta, dus daar zien jullie het binnenkort. Nou popt even Keira er, please follow me op Insta, dingetje in beeld. Ik ben thuis en Niek stuurt mij een mail. Hij had beloofd om de link van al mijn favorites die op hun site staat te sturen. Zodat ik dat nu kan filmen in mijn vlog. En op het moment dat jullie dit zien, is dus die collectie te koop. Dus deze vlog gaat om 6 uur 's ochtends op zondag live. En op dat moment gaat ook die shop open. Dus ik ga het op Insta, op mijn story en hier zeggen. Mocht je iets leuks willen shoppen wat ik heb geselecteerd, kun je nu naar de shop. En de link staat hier in de beschrijving. En ik ga nu kijken hoe het eruit ziet. Hij zegt, warning, alleen openen met vlogcamera. Oh, wat bijzonder om dit zo te zien. Nou jongens, wat knap hoe snel jullie dit voor elkaar. Ja, dit ziet eruit als een droomwinkel voor mij natuurlijk. Dat is heel veel jongens. Ga gerust even kijken. 95 producten. Ik zie alweer dingen dat ik denk, waarom heb ik dat niet mee proberen te nemen? Maar er zijn grenzen natuurlijk. Dat mooie witte denimjasje. Heel, heel goed. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Stuur me vooral foto's als je iets hebt gekocht en je hebt het aan in een leuke look of zo. Ben ik heel benieuwd naar waar het terecht is gekomen. Leuk dat jullie hebben gekeken. Heel veel shopplezier en tot de volgende.